Maar volgens mij wordt u een probleem. We gaan naar beneden. Mijn touwtje zit vast. Als het toch maar goed gaat. Blijf kijken, dan weet je hoe het afloopt. Hoi Jannie, ik vind varen heerlijk, maar voor één ding ben ik altijd doodsbang. Een sluis. Het is er altijd zo druk en chaotisch en er kan zoveel misgaan. Hoe vaar je nou veilig door een sluis? Er zijn wel 2000 sluizen in Nederland, maar de allerleukste is van Leo Oor, omdat er altijd ramptoeristen op de eerste rij zitten. Ik kom wel op een moment aan, hè, Leo? Ja, hoi. Topseizoen, hè? Jongen. Dit is wel een van de beroemdste sluizen van Nederland, volgens mij. Hè? Hier gebeurt ook altijd wel wat. Je hebt hier contact met mensen. Ze zitten de hele wereld even bijkomen. Ja. Met het praatje wat erbij hoort en de gezelligheid. Wat voor type sluis is dit nu? Want er zijn verschillende soorten sluizen. Een bananensluis. Omdat deze sluis ooit te klein was en groter moest worden. En ze geen zin hadden om de buren uit te kopen. Want als je sluis recht had gemaakt, dan kwam die of in die tuin terecht, of in die tuin, of daar. Wow. Dus ze hebben hem keurig om de bebouwing heen gelegd van de bewoners. Dus daarom heet hij zo. Nou ja, mijn sluis is dus een schutsluis. Hè, van de nivellering van de twee waterhoogtes gelijk proberen te brengen. Dan heb je een uitwateringssluis. En dat is een sluis die overtollig regenwater, dan wel ander boezemwater, naar buiten loodst. Dus kan niet de andere kant op. En je hebt een keersluis, en dat is eigenlijk gewoon een dam die naar beneden kan zakken. En die beschermt kanalen als er ergens een lekkage is of het wordt aangevaren. Dan doen ze die keersluis naar beneden, zodat andere kanaalpanden beschermd blijven. Maar jij moet volgens mij nu Ik blijf even op een afstandje kijken. Dan loop ik even daarheen, kunnen ze weer weg. U ziet eruit alsof u hier wel eens vaker zit. Nou, af en toe. Want er gebeurt hier van alles, hè? Heel hartstikke leuk. Sommige dingen die helemaal niet goed gaan, dat de boot helemaal schuin hangen. Of van die dames die eerst handschoentjes aandoen en dan het touwtje eromheen doen. Ja, oh, echt waar. Oh. Ja. Hallo. Al die kletspad met die lui, misschien kan ik hem even vervangen. Hè? Dan kan ik even wat anders gaan doen. Dan kan jij even sluiswachtertje spelen. Oh, ik wil wel sluiswachter spelen. Ja. Kaartjes. Ja, dan krijgen ze een kaartje. Krijg even een spoedcursus tot 8 meter 5 euro. Vanaf 8 tot 12 meter 6 euro. Tussen 7 en 15 meter 8 euro. Dan zijn 5 euro. In ieder geval, doe er maar wat mee, alsjeblieft. Jullie zijn groot, dus jullie moeten 6 euro. Ja. Oké. Okay. Oké, dankjewel. Wie betaalt? Die meneer dan. Oh, dan moet je toch echt anders regelen hoor. En dank u wel. Dan moeten ze niet allemaal met 10 euro komen, want dan mag ik die ook nog even voor me terug. Bedankt. Nou Leo, ik heb alles binnen hoor. Kijk eens. Ik vind dat ik een goede oogst heb, vind je niet? Dat gaat goed, hè? Veel meer dan ik het doe. Heel gek. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Veel plezier. Goeie reis jongens. Bye bye. Bye. Wat zijn er nou voor regels in een sluis? Achterom kijken met varen, dat is heel erg belangrijk. Want dan komen ze binnen druppelen sowieso. Maar het gevaar komt van achter. Daar komt iemand aan. Schroef uit, dat is meer van belang voor de beroepsvaart. Vordering is natuurlijk een hot item. Altijd maar weer het eeuwige vordringen. Maar dan krijgen ze van mij een grote piep. Want daar ben ik goed in hoor. Daar hou ik niet van. Hoeveel erin kunnen, dat hou jij zelf al in de gaten. Ja, ik stop het. Ik pak hem helemaal vol. Het gaat om de snelheid. Ze hebben maar ik heb 4 minuten om ze eruit te laten. Maar jij moet je centjes... Ik ga daarin. In de sluis of bij het aanleggen gaan de stootwielen altijd naar buiten. Omdat je dan veilig aan kunt leggen. Dan heb je een stootwilletje ertussen. Wij hebben ze altijd buitenboord en dat heeft niet te maken met het feit dat we niet weten dat ze naar binnen moeten. Maar omdat de camerajongens lopen, die willen we niet dat zij hun nek breken. Dus daarom hangen ze buiten en zijn ze niet aan boord. Terwijl Leo zijn geld ophaalt, ga ik eens even kijken of ik ergens als verstekeling aan boord kan klimmen. En je ziet al... Achter me, er zitten heel veel mensen te kijken, omdat hier nogal eens wat spektakel is. Ik mag met Marcel meevaren. Nu, en hoe groot is het verloop hier van het water? Het verloop is een meter, maar volgens mij, daar zitten gezellig te kletsen. Maar volgens mij hebben we nu een probleem. Mijn touwtje zit vast. We gaan naar beneden. Kun je met het vrouwschap met u afrekenen? Dat mag.
Maar ik heb een probleem. Wat dan? Nou, de lijn zit vast. Die zak naar beneden, meneer. Maak hem even gauw los, want anders dan dondert het hele zaakje mis. Ja, ja. Afleiding natuurlijk. Ja, ik begrijp het wel. Ja, alsjeblieft. Ja. Zo moet het dus niet. Applaus voor deze jonge man, dat heeft toch knap gedaan. De sukkel van de dag, dat doen we meestal op mensen die zich ophangen. De kluns van nou, de dag. Als de kluns van zonne sluit uit. Veel plezier, ja. Goeie reis verder, tot kijk. Had jij je medaille nou klaar? Gebeurt dat altijd, vaak? Die heb ik altijd in mijn zak zitten, omdat dat natuurlijk een leuk effect is. En het gebeurt best regelmatig. Ja, gebeurt het nou vaak? Ja. Kijk, als je je schip zo neerlegt, hoppakee, en dan zit niet vast, dan hou je hem hier vast en dan klemt hij. Oh, dat vast? Dan klemt hij vast en dan zit je alsnog vast. Je moet hem altijd zo, dat je de bovenkant, dat je hem eigenlijk zo houdt, dat het niet over, kan overlappen. Ja, ja. Want dan kan er heel weinig, niks gebeuren. Ik heb hier in ieder geval genoten. Dankjewel. En we komen met André, kom ik wel weer eens een keertje door de sluis. Gezellig. Okay. Dankjewel, dag. Hoi, bye bye. Wat hebben we nu allemaal geleerd vandaag? Luisteren naar de sluiswachter. Stootwielen naar buiten, motor uit. Boot niet te strak vastmaken en vooral nooit voordringen.